Bedankt. En Monique, welkom. Monique, jij bent net als Arno in de praktijk werkzaam, als behandelaar en als manager. En jij gaat ons meenemen in de mensen die in een online behandelteam echt in de frontlily staan en begonnen zijn als eerste met dit werk. Aan jou het woord. Ja, oké, dankjewel. Nou, ik ben wel blij om te horen dat mijn verhaal zo goed aansluit bij Arno, want het zou natuurlijk wel schokkend zijn geweest als ik nu iets heel anders zou gaan vertellen. Maar ik denk, volgens mij hebben we ook een aantal dingen wel aardig gedaan binnen GGZE, denk ik, als ik zo alles tot nu toe hoor. Dus dat is wel leuk om iets over te kunnen zeggen. Ik zou eigenlijk ook een collega van mij meenemen, Kim. Dat is ook een GGZE-psycholoog die in ons online behandelteam werkt, echt als regiebehandelaar en behandelaar. Maar die was ook in de escape room bij Joyce en Milou, dus die kon hier niet zijn. En we dachten, het wordt wel heel ingewikkeld als ik hier ben en zij dan weer via Zoom. En, nou ja, goed, dus we dachten, ik doe het wel alleen. En het is ook maar 20 minuten, dus de kans dat ik die volklets is ook best wel heel erg groot. Dus als ik een beetje te veel tijd neem of ik praat te snel omdat ik denk dat ik te weinig tijd heb, of er komen hele interessante vragen tussendoor, dan onderbreek mij vooral. Dit is een beetje de agenda, die ga ik niet voorlezen, want jullie kunnen het lezen. Een poll, even heel snel en heel kort. Dus waarom een OBT, een online behandelteam, even voor de duidelijkheid, binnen GGZ Eindhoven? Nou, daar staan een aantal punten. Een van die punten noemde Arno ook al als een heel slecht punt. De zorgverzekeraar stimuleert het. Ik weet niet of de poll ook open staat. Ik kijk jullie ook eventjes aan. En of er ook iemand op reageert. Hij staat nu aan. Nou ja, we hadden dus een aantal redenen waarom je een online behandelteam zou kunnen beginnen genoemd. Waaronder er is vraag naar online behandeling, we moeten met onze tijd mee, de zorgverzekeraar stimuleert het. Het doet een groter beroep op zelfredzaamheid en het bespaart reistijd. Ik weet niet of er ook al iets te zeggen is over reacties, want anders ga ik gewoon door. Hoor, want het duurt eventjes. Nou, ik ga gewoon door en dan roep maar. 2 jaar geleden zijn we begonnen met een online behandelteam en de reden om dat zo te doen is omdat we al jaren bezig waren met het integreren van online behandeling of e-health in reguliere behandeling en eigenlijk steeds merkten dat lukt helemaal niet. En mensen beginnen er dan aan, maar dan heel snel gaan ze weer over op de waan van de dag en dan verliezen ze het weer, dus dan gaan ze wel even wat dingen online doen, maar heel snel gewoon weer mensen face-to-face allemaal zien. Dus we dachten, wat we gaan doen is, we gaan gewoon een online behandelteam beginnen en dan gaan we gewoon helemaal online behandelen en we gaan ook alleen maar online behandelen. We werven mensen die dat willen en die dat leuk vinden, dus ook mensen die daar enthousiast over zijn, dus een beetje de early adopters eigenlijk, zodat we niet steeds in de discussie raken, ja, waarom zou je dat nou doen, dat online behandelen en dat gebruiken van die e-health. Dus we dachten, we gaan gewoon helemaal positief met zo'n soort team van vooruitstrevende psychologen en therapeuten gaan we aan de slag. Nou, dat hebben we gedaan in 2018. Ik heb een beetje een overzichtje gemaakt van wie we toen allemaal in dienst hadden. En nu zijn we in 2020 en dan kan je dus ook zien hoeveel groter we geworden zijn in die 2 jaar. Dus dat is wel heel erg leuk. En wat we doen eigenlijk in dat online behandelteam, het idee was we gaan 100% online werken. In de realiteit zien we dat dat toch niet altijd gaat. Want ons doel is ook zo goed mogelijke behandeling leveren aan onze cliënten. Zoals wij vinden dat iemand een keer face-to-face gezien moet worden, of als we vinden dat iemand deel moet nemen aan een groep, dan zetten we dat ook in. Ook als dat betekent dat het dus face-to-face is. Je wil iets zeggen? Reageert op de poll en ik zal het even met jou communiceren. Dan kan jij er ook even weer op reageren. 25% zegt er is vraag naar online behandeling. 45% zegt we moeten met onze tijd mee en de maatschappij digitaliseert nu eenmaal. Niemand zegt de zorgverzekeraar stimuleert het, maar misschien dat je dat ook wel verwacht. En online behandeling doet een groter beroep op zelfredzaamheid dan real life behandeling, zegt 20%. En 10% zegt online behandeling bespaart reistijd voor zowel behandelaar als cliënt. Oké, okay, nou, ja, is best wel verspreid eigenlijk, ja, toch nog, hè? Ja, maar de meeste wel de tweede. Ja. Eigenlijk was het antwoord allemaal, maar die stond er dus kennelijk niet bij. Ja. Maar het heeft wel allemaal een rol gespeeld in de ontwikkeling van het online behandelteam. Bijvoorbeeld die reistijd, ja, daarvan kun je zeggen hoe belangrijk is dat. Maar Eindhoven bestrijkt best wel een heel groot buitengebied ook. Hè? Dus we hebben ook cliënten uit Eersel, nou ja, dat is allemaal dorpjes zo. Oh, dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Plekken om Eindhoven heen. En soms moeten mensen die geen rijbewijs hebben echt 1,5 uur met de bus om dan op te gaan, of hè, op binnen een locatie van GGZ Eindhoven te komen. Dus dan zijn mensen 3 uur onderweg voor een afspraak van 3 kwartier. Dus voor sommige cliënten is dat wel degelijk ook een relevant argument. Ja, en ik ga gewoon door, hoor, maar alle antwoorden waren dus goed. De doorontwikkeling. Dus dat online behandelteam bestaat nu 2 jaar, waarvan we gezegd hebben, nou, we beginnen gewoon eens met dat online behandelen. Dus we gaan daar gewoon eens wat vaardiger in worden. Dus wat we heel veel doen met cliënten is videobellen, wat we heel veel doen met cliënten is berichtjes sturen, online modules.
Eigenlijk gewoon de inzet van alles wat we al hadden binnen GGZE aan e-health. En nu zijn we eigenlijk op een punt gekomen dat we zeggen, nou, dan willen we ook gaan doorontwikkelen. Dus met die early adopters, dus met die mensen die er heel enthousiast over zijn en heel veel mogelijkheden zien, gaan we kijken naar, wat kan nou eigenlijk wel en niet online? In het begin hadden we allerlei ideeën over wat echt niet online kan. Hè. We dachten, suïcidale cliënten kan je echt niet online doen, dat gaat helemaal mis. Nou, en gaandeweg hebben we eigenlijk gemerkt dat je ook cliënten met suïcidale gedachten in voorkomende gevallen best online kan behandelen. We dachten, psychose kan echt niet online. Nou, in sommige gevallen, niet heel ernstige gevallen, maar sommige milde gevallen, als mensen zo wat betrekkingsideeën hebben of soms toch wel een psychotische beleving hebben, kan je ze ook best online behandelen. Goed, er waren allerlei ideeën over wat wel en niet online kan. En wij hebben gezegd, we gaan dat toch eens wat meer in kaart brengen. Dus we gaan toch eens naar onze caseloads kijken en kijken, waarvan dachten we nou in het begin, dat kan nooit online en blijkt eigenlijk wel te kunnen. En waarvan dachten we, dat kan eigenlijk best wel online en blijkt eigenlijk niet zo goed te kunnen. Dus daar willen we op doorontwikkelen. We willen ook kijken naar hoe maak je het efficiënter. Want we willen dus niet dat die online behandeling gewoon een soort beeldbellend wordt wat we normaal gesproken face-to-face deden. Dus dat we 3 kwartier met mensen per week gaan beeldbellen. Dat is ook niet zo handig. Hoe zetten we andere technologieën in, zoals VR? Ik bedoel, VR, schitterend, maar daarvoor moet je eigenlijk iemand ook weer zien. Dus kun je weer niet 100% online doen, want je wil ook dat iemand een bril opzet. Allemaal praktische dingen. Serious games, dus hoe kun je, Joyce vertelde iets over de escape room, hoe kun je dat soort interventies misschien ook wel creëren voor cliënten, waardoor ze allerlei dingen kunnen leren op een soort speelse manier. Dus dat je bijvoorbeeld impulscontrolevaardigheden of emotieregulatievaardigheden leert door middel van het spelen van spelletjes. Online groepsbehandeling, daar wordt natuurlijk ook al heel veel onderzoek naar gedaan en heel veel mee geëxperimenteerd. En dat heeft ook wel echt een boost gekregen door corona, maar het is ook wel interessant. Hè? Werkt dat net zo goed als real-life groepsbehandeling? Wat is mogelijk met diagnostiek? Dus wat kun je misschien diagnostisch gezien online doen aan interviews of aan misschien vragenlijsten, screeningslijsten, dat soort dingen, zodat mensen niet 10 keer naar een locatie hoeven te komen om allerlei vragenlijsten in te vullen. Hoe kan je dat nou goed beveiligd natuurlijk eventueel online doen? Ja, dit heb ik al een beetje verklapt. Dus zal ik de poll gewoon niet, doen? Want ja, het kan wel. Misschien zetten we hem gewoon op de achtergrond open en dan komen we er later op terug. Want dat gaat dus over de doelgroepen die je online kan behandelen. Oké, maar ik heb het net al een beetje verklapt natuurlijk. Goed, ik ga gewoon door. En als er iets doorheen komt, dan komt het er doorheen. Nou ja, oorspronkelijk hadden we allerlei contra-indicaties. We dachten, we moeten een beetje makkelijk beginnen. Klinkt een beetje onvriendelijk, maar we dachten, we moeten beginnen met een beetje overzichtelijke casuïstiek, waarvan we van tevoren denken, dit zou best wel eens online kunnen, zodat we ook wat succeservaringen opdoen met het team, maar ook met de cliënten, maar ook voor de grotere organisatie. Want het online behandelteam is het enige team binnen GGZE wat helemaal online werkt. Dus we dachten, het is ook wel fijn als het een beetje een succesverhaal wordt. Dus laten we een beetje beginnen met angst, PTSS, depressie. Dat zijn eigenlijk ook wel klachten waarvoor al wel langer evidentie is dat online behandeling net zo goed werkt als reguliere behandeling. En gaandeweg hebben we dus gemerkt, wat ik net al een beetje zei, is dat er veel meer doelgroepen of veel meer klachtgebieden of veel meer indicatiegebieden zijn voor online behandeling dan dat we vooraf dachten. En dat het dus eigenlijk ook niet zo goed te zeggen is, die cliënt kan zeker niet of nooit en die cliënt kan eigenlijk altijd wel online. Dus wat we gemerkt hebben is dat dat eigenlijk niet zo zwart-wit te stellen is. Ik ga hier ook even doorheen, want ik denk dat ik wat tijd anders een beetje ga vastlopen. 15 mensen hebben gereageerd en 27% zegt iedereen is geschikt voor online behandelen. En eigenlijk de meerderheid, 73%, zegt dat is afhankelijk van een combinatie van factoren. Oké, dat was ook eigenlijk een beetje wat wij dachten. Dus dat iedereen is geschikt voor online behandeling, dat hoor ik ook wel eens. Maar we zien toch ook in de praktijk dat dat helaas toch niet helemaal altijd 100% lukt. En dan hier hebben we wel heel toevallig net een cliëntenvredenheidsonderzoek gehad. Echt 2 weken geleden zo kreeg ik daar de uitslag van. Dus ik dacht, het is wel leuk om daar even wat quotes van ook in de presentatie te zetten. Ik ga ze allemaal niet voorlezen, want deze presentatie komt toch online. Dus iedereen kan het nog eens nalezen. Maar ik dacht, het is wel leuk om zo eens te lezen, wat zijn nou cliëntervaringen? Wat vinden cliënten daar nou van zo'n online behandeling? En dan zie je ook dat mensen zeggen, het is eigenlijk al meegevallen. Ik zag heel erg tegenop, maar eigenlijk uiteindelijk was het best wel positief. Mensen die zeggen, ik vind het fijn om in mijn eigen vertrouwde omgeving geholpen te worden. Dat zien we vooral veel bij mensen met kleine kinderen of mensen die somatisch heel ziek zijn of moeilijk te been zijn of fysieke klachten hebben. Dat ze zeggen, het is wel heel erg ideaal om gewoon thuis op de bank te kunnen zitten. En dan toch gewoon in mijn eigen omgeving wel gewoon een goede behandeling te krijgen. Dat zijn positieve ervaringen. Maar ook, ik dacht, dat moet er ook zijn. Of we moeten ook ruimte maken of aandacht hebben voor dingen die minder goed zijn. En dan zie je toch ook heel vaak de technische problemen.
Dus die techniek moet wel echt heel goed zijn. En vanuit onze kant is dat vaak wel goed. Omdat we dat wel gewoon goed gefaciliteerd hebben, ook voor het team. Omdat we weten, ja, al die mensen moeten de hele dag online behandelen. Dus die moeten ook de mogelijkheid hebben om dat te kunnen doen, technisch gezien. Maar ja, aan de cliëntkant, ja, daar heb je natuurlijk niet altijd invloed op. Dus als een cliënt geen goed internet heeft of geen rustige omgeving heeft, of zegt dat hij alleen thuis op de bank zit, maar je ziet de hele tijd allemaal kinderen rondrennen, dan is dat niet helemaal ideaal. Of kinderen die dan allemaal op het wifi zitten, waardoor dan steeds het signaal slechter wordt of steeds uitvalt. Ja, dat is, dan kun je niet echt lekker goed behandelen, zeg maar. En toch ook wel mensen die zeggen, joh, ik wil ook gewoon wel wat persoonlijke contact. Dus dat horen we dan toch ook wel terug, dat er cliënten zijn die zeggen, ja, ik mis het toch wel, ook wel om echt met iemand in de kamer te zitten. Nou, dat is eigenlijk ook best wel wat je van, nou ja, van tevoren ook wel zou kunnen verwachten, ook een beetje op basis van wat er net ook verteld werd door Joyce en Milou over die, hoe goed kun je nou echt een therapeutische relatie aangaan met iemand online. Nou, dus dat kom ik dan ook meteen een beetje bij de barrières, de techniek en die therapeutische relatie. Wat wij gemerkt hebben is dat het echt wel mogelijk is om met cliënten een therapeutische relatie aan te gaan. Ook online of ook met online behandeling. Maar dat dat niet met iedere cliënt lukt en dat dat niet iedere hulpverlener lukt. Dus ook niet iedere hulpverlener is er even goed in om dus net die cues eruit te halen die relevant zijn. En niet iedere cliënt is er even goed in om bijvoorbeeld rekening te houden met het feit dat het belangrijk is dat je wat meer in beeld bent. Hè? Dus wat je nog steeds soms wel eens ziet bij mensen is dat ze dan alleen maar met hun gezicht zo in beeld zijn. Ja, dan heb je ook heel weinig cues en dan kun je ook heel weinig non-verbaal aflezen. Terwijl als je zorgt dat je een beetje zo, zoals ik hoop ik een beetje in beeld ben, dus iets groter, dan kun je ook wat meer zien aan gebaren en aan bewegingen. Of iemand onrustig wordt of dat iemand heel kalm zit en noem het maar op. Dus dan heb je toch wel wat meer contact. En dan zie je ook wel heel erg de verschillen in doelgroep. Dus ons online behandelteam heeft een hele generalistische doelgroep, zeg maar. Dus we behandelen cliënten met een hele grote variëteit aan klachten. En GGZE breed zien we ook wel dat er teams zijn en dat er afdelingen zijn, ja, waar gewoon ook de populatie wat minder geschikt is. Dus dan is het goed om daar ook rekening mee te houden. Dat je niet overal integraal op iedere afdeling een 100% online behandelteam kunt maken voor alle klachten. Dat is gewoon niet realistisch. Dus dat moet je dan ook gewoon niet doen. Want dan krijg je alleen maar nog meer weerstand. Want dan, nu in coronatijd hebben we dat natuurlijk gezien dat heel veel mensen online moesten gaan behandelen en dat het dan dus ook niet zo goed lukt. En dan krijg je eigenlijk uiteindelijk alleen nog maar een nog groter probleem, omdat mensen dan denken, zie je nou wel, alles waar ik bang voor was en alles wat ik dacht dat niet zou werken met online behandeling, werkt ook niet. Dus hou daar ook rekening mee als je het gaat implementeren in je organisatie, dat het niet per definitie altijd bij iedereen goed kan. Die onbekendheid met digitale mogelijkheden, wat wij merken is dat het enorm geholpen heeft, is dat we met cliënten echt zijn gaan testen. Dus dat we echt met cliënten zijn, ja, niet tegelijk natuurlijk achter de computer zijn gaan zitten, maar op afstand met telefonisch contact met ze hadden en met ze zijn een beetje er doorheen zijn gaan praten met wat kan je nou doen, wat moet je nou doen in het systeem, hoe krijg je het aan de praat, hoe krijg je het werkend. En dat hielp wel heel erg om er, zeg maar, nou, je leert elkaar kennen als je dat dus samen doet, maar je leert een cliënt ook hoe die het platform kan gebruiken, wat ook weer meteen voor minder frustratie en irritatie zorgt. Er waren wel wat vragen over, ja, is het niet moeilijk om tot exposure te komen? Hè? Als je een cliënt met sociale angst bijvoorbeeld online gaat behandelen, ja, doe je dan niet precies dat wat je dus eigenlijk niet zou moeten doen met een cliënt met sociale angst? Want het zou toch eigenlijk veel helpender zijn als hij wel naar buiten zou moeten en wel naar je toe zou moeten komen? Op zich waar, hè? Ik denk dat klopt. Maar de realiteit is ook dat heel veel van onze cliënten met sociale angst dus niet komen en relatief pas heel laat in zorg komen. Want die komen ook niet bij de huisarts en die komen ook niet buiten bij andere mensen. Dus niemand ziet die problematiek. En als je iemand dan toch online kunt motiveren om wel, 2 minuten, om wel aan de slag te gaan en om wel iets te gaan doen, dan kun je een cliënt ook juist met behulp van online contact motiveren tot exposure. En anders krijg je die cliënt niet in beeld. We hebben gewoon best een grote cliëntengroep die gewoon niet in beeld komt en een beetje in stilte leidt. En dan is het toch wel fijn als je ze op die manier wel kunt bereiken. En weerstand tegen verandering. Ja, dat is ook al een beetje de groep waar Arno ook al over zei. Hè? Die mensen die echt niet willen. Ja, we hebben dat ook jarenlang binnen GGZE geprobeerd om die mensen toch wel een beetje aan de praat te krijgen. Dat lukt gewoon niet. En op een bepaald punt moet je dan ook zeggen, dan ga je maar niet online behandelen. Toch wel redelijk goed wel kan. Of althans, zeker niet slechter dan wanneer we dat face-to-face hadden gedaan. Maar de take-home message is in ieder geval wel one size does not fit all. En dat geldt dan zowel voor de cliënten. Dus we hebben niet een soort cliëntenprofiel waarvan we zeggen dat kan altijd online. Maar dat geldt ook voor de medewerkers en dat geldt ook voor je afdelingen. Dus wat voor de ene afdeling goed kan werken, waar je het op de ene afdeling best heel goed kan implementeren, kan je dat op de andere afdeling niet. En dan is onze ervaring dat het ook niet zoveel zin heeft om het op te dringen of mensen ertoe te dwingen, omdat dat, ja, dat gaat, maakt het er vaak niet beter op. Zo, nou. Dankjewel. Man. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Kan ik nu even ademen. Ja. Gedaan. Ik wil Arno gelijk even hier uitnodigen. Er zijn ook wat vragen voor. Andrea, wil jij iets aangeven? Ik zag in ieder geval allemaal interessante vragen voorbij komen op de chat. Dus ja,
Ja, nee, er is nu tijd voor. Misschien even aansluitend op Monique, jouw verhaal. We krijgen de vraag waar, jij hebt al aangegeven van, ja, het is eigenlijk voor heel veel cliënten passend. Meer dan wat we eerst dachten. De vraag is, ja, waar kijk je dan naar van tevoren? Ja, waar we nu, in het begin keken we echt wel gewoon ook wel naar de klachten. Waar we nu vooral heel erg naar kijken in eerste instantie is iemand technologisch gezien in staat om online behandeling te krijgen, zeg maar. Hè? Dus heeft iemand de apparatuur en heeft iemand een rustige plek in huis waar die voldoende privacy heeft. Of op werk kan natuurlijk in theorie ook als je ergens een kantoor alleen hebt. Dus nu kijken we eigenlijk vooral heel praktisch. En dan plannen we eigenlijk altijd, als een cliënt het wil, want cliënten hebben altijd wel zelf de keuze, wil ik online of wil ik regulier, plannen we altijd een intake om te kijken of het kan. Dus we hebben eigenlijk geen contra-indicaties meer qua op klachtniveau of qua pathologie, maar eigenlijk vooral praktisch. En dan kan het soms wel voorkomen dat we na een intake zeggen, oh ja, nee, dit is toch meer passend face-to-face. Maar in principe bieden we het aan iedereen aan. Ja. Dankjewel. Ik denk inderdaad een antwoord waarnaar gezocht werd. Ja. Voor jou, Arno, we krijgen de reactie, dankjewel, dit is precies waar ik naar zocht. En dus dat een heel mooi compliment en heel fijn dat dit werkt. Ook de vraag van, kan ik een keer contact opnemen? Dat is denk ik sowieso, in ieder geval via Transo is Arno te vinden. De presentatie dus ook weer terug te zien. En voor jou, Arno, ook een vraag. Op welke manier heeft nou de periode van de intelligente lockdown de attitude ten opzichte van e-health bij GGZ Westelijk Noord-Brabant beïnvloed? Werd het meer, staat men positiever tegen e-health of juist negatiever? En zie je daar nog een verschil in de tijd? Ja, nee, eigenlijk is dat heel positief geweest voor die attitude. En dat komt ook, ik denk ook, mensen hadden ook ineens tijd. We mochten in het begin mochten natuurlijk ook niet cliënten face-to-face zien. Dus dan zat je thuis en moest je het ook gaan doen. En voor heel veel behandelaren was dat toch het idee, de ervaring van het gaat, het kan, het dat gaat goed. Dus ik denk wat ik nu zie is dat heel veel collega's zoiets hebben van ik blijf ermee doorgaan. Niet alleen dat, hè, want mensen missen ook wel dat contact. En ik heb zelf ook wel, en dat sluit heel goed aan bij jouw verhaal ook. Ik heb behandelingen gedaan met beeldbellen die liepen eigenlijk prima. Maar ik heb ook mensen met wie ik echt een heel goed therapeutisch contact had. Maar op het moment dat het dan beeldbellen was, dat het niet liep. En dat dat pas weer is gelopen op het moment dat we elkaar echt konden zien. Dus ik denk dat het een heel gedifferentieerd beeld wordt. Ik denk meer mensen hebben nu ervaring en dat is goed. Dus het wordt meer gebruikt nu. Ja, dankjewel. Volgens mij nog twee vragen. In ieder geval vragen, er zijn eigenlijk aan jullie alle twee zou die kunnen zijn. En er zijn meerdere digitale polies, online behandelteams inmiddels. Zou het goed zijn als die samenwerken op landelijk niveau? Landelijk of regionale maatregelen, landelijke of regionale polies, wat denken jullie? Ja. Nou ja, ik denk om elkaar te inspireren. Dus ik denk, je kan natuurlijk veel van elkaar leren. Maar wat ik ook in mijn verhaal natuurlijk duidelijk maak, het is ook goed als er variaties kunnen zijn. Ik denk dat het ook, iedereen moet ook wat die autonomie voelen om zelf ook dingen te ontwikkelen. Dat zorgt dat het ook meer voor mensen zelf is en ze het ook blijven doen. En je hebt ook lokale verschillen. Wat in de ene regio werkt, werkt in de andere regio misschien toch weer anders. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Monique. Ja, op zich ben ik dat wel met je eens. Maar het zou ook wel heel fijn zijn, soms wij voelen, je gaat snel een beetje naar binnen keren. En dan zit je op je eigen eilandje je eigen dingen te doen. Of dan ga je de dingen die je kent online maken of zo, als het ware. Of dan, hè, dan ga je eigenlijk hetzelfde doen, maar dan online. Terwijl ik denk, oh ja, soms kan het ook wel heel verfrissend zijn. En dan kan ik me voorstellen dat je van anderen wel meer kan leren. Die het dan helemaal out of the box bekijken. Hè? Zo, ik merk, omdat wij zo ingebed zijn in GGZE, denken we ook wel vaak GGZE-erig of zo. Of vanuit de bestaande structuren van GGZE. Terwijl ik denk, oh ja, misschien hebben jullie wel structuren die veel beter passen bij bepaalde klachten of bij bepaalde dingen. Nou ja, zo. Dus ik zou dat wel willen, in ieder geval op inhoudsniveau. Dus nog even los van hoe je het dan vervolgens in de praktijk doet, ik zou het wel prettig vinden om zo wat te kunnen sparren met andere instellingen. Met hoe doen jullie dat nou? Ja. Zo dat. Ja. Ja, maar dat ben ik met je eens. We moeten wel van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren. Dus bij de ander in de keuken kijken, dat is
altijd gunstig. Ja. Ja, en op die manier doen jullie dat hier natuurlijk ook door de ervaringen te delen met anderen en daar weer vragen over te beantwoorden. Er is nog één vraag, dat is ook gelijk de laatste. Er zijn nog twee vragen. Ik zie er maar één. Die van mij loopt. Dus die stel ik in ieder geval even. Wordt aan Monique, wordt het tijdsonafhankelijke aspect van e-health benut? Dus het feit van, kan een cliënt op het moment dat zij het moeilijk hebben ook contact opnemen? Is dat 24/7? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, nee, bij ons is dat niet 24/7. We hebben wel meer en meer, het is ook een beetje experimenteren geweest. We zien gewoon best wel complexe cliënten ook gewoon in de SGGZ. En dus dat maakt dat we het soms ook best dicht bij huis... Specialistische GGZ. En dat maakt dat we het dan ook dicht bij huis willen houden. Ook dat als iemand in crisis raakt, bijvoorbeeld dat je ze wel naar locatie kan halen om een beoordeling te doen. Zo, hè. Dus we zijn nog wel wat terughoudend of huiverig met hele ingewikkelde cliënten nemen die wat buiten de regio wonen. En dan sluit dat... Moet je me even nog een keer helpen met die vraag? Laten we inderdaad... Is het als ze, op het moment dat ze het moeilijk hebben? Ja, dat was het. Nou ja, dus in de basis GGZ. Je hebt heel veel online basis GGZ aanbieders. En dan wonen mensen ook vaak in het buitenland, de therapeuten. Dus dan hebben ze veel meer flexibiliteit in, zeg maar, buiten kantoortijden werken. En wat wij merken is dat we het toch wel heel fijn vinden als een aantal van onze medewerkers wel op kantoor is. Dus wel gewoon tijdens kantoortijden werkt. Om dan dus ook mensen gewoon live in het gebouw te kunnen zien. En we zijn nu eigenlijk een beetje aan het experimenteren met mensen die ook in het buitenland wonen. En dan vanuit het buitenland via beeldbellen behandelen. Maar ja, je blijft altijd een beetje, en ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar je blijft bij ons toch altijd wel... We willen ook wel juist die verbinding houden met het face-to-face deel, om dat ook een beetje als achtervang nog te hebben. Omdat het gewoon wel om complexe cliënten gaat. Dus wij zeggen wel tegen cliënten, je kan 24 uur per dag berichtjes sturen. Dat kan natuurlijk, hè, of een boodschap. Maar goed, dat kan je met je reguliere behandelaar ook. Maar er wordt niet 24 uur per dag direct op gereageerd. Dat moet dan wel gewoon via een crisisdienst of een huisartsenpost dan buiten kantoortijden. Ja. Maar ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ja, nee, dat is ook zo. En daar zit ook een heleboel organisatie bij. Dus wat wij ook hebben gezien is dat vaak gaan behandelaren dan e-health erbij doen. Ja. Maar het betekent ook dat je andere dingen weer uit je agenda moet halen, zeg maar. Dus dat het... Precies, ja. Hartstikke bedankt. Leuk ook die onderlinge dialoog. Dat werkte ook goed. Dank jullie wel. Ook weer een hartelijk applaus voor jullie alle twee. Verhaal uit de praktijk van twee.